laat maar gaan. En ik kan nog wel een paar kwartiertjes leiden hoor. Dus hij mag voorbij. Op hoeveel procent heb je gereden vandaag? Op hoeveel procent rijd je deze dagen? Nou, ik denk 80-90% hooguit. Je gaat niet liggen pushen, je moet gewoon je koppen bijhouden. Je moet wel een tempo blijven rijden, dus wel door blijven rijden. Als je te langzaam gaat rijden, dan is dat ook niet goed. Dus je moet wel gewoon een goede tempo erin houden. Ik wil ook niet dat ik 20ste of 25ste starten tussen alle andere vrachtwagens. Dus ik moet, ik heb een mooie tijd gereden vandaag. Ik ben echt super tevreden mee. Ну, когда еще были мы механиками, ездили в экипаже с Владимиром Чагиным, с Фердоусом Кабировым. Это был их основной конкурент, и мы тогда уже видели, что на самом деле он очень сильный соперник, и в этом году он это доказывает. Ja, het komt zoals het komt, hè. Ik rij gewoon zoals ik rij, dus ik laat me eigenlijk niet gek maken. En die auto is gewoon supergoed, daar kan ik gewoon goed mee uit de voeten. Ja, ik sta nu 12e, met alles wat ik mee heb gemaakt kan ik daar niet klagen, denk ik. Maar liefst er nog wel even die top 10 in, dus daar gaan we voor. Ja, kijk, de rally is gewoon op zich gewoon helemaal aan het veranderen. Het is niet meer zoals ik mijn eerste rally reed en vorig jaar. Dit jaar is gewoon heel rommelig en daar doe je dan een hoop geld in investeren, een hoop tijd. De sponsors die er allemaal aan meewerken. En dan weet ik niet of dat toch allemaal wel waard is, zoals het nu dit jaar loopt, is het daar eigenlijk niet waard.